Hoi. Hoi, Jeroen. Ja. Ja, ik ben hier. Oh ja, dus ja. Ja, wat? Oh ja. Ja, wat zo? Of wat, ja, wat? Ja. Ja, we kunnen heel goed voetballen. Ja. Voetballen. Ik kan heel goed tennissen. De top 3 leuke landen. Eerste is Bosnië, daarna Kosovo en daarna Turkije of een beetje Albanië. Ja, wij drieën. Ja, of hij speelt bij FC Reden. Ja, FC Reden. Ja, hij is super goed in voetbal. Ook al is hij. Ik zit op tennis SC De Laak, dat is ook hier in Reden. Ja. Hier vlakbij, misschien nog daar of zo. Ja. Ja. Dat was het. Ik ben heel goed. Ik, aangesloten bij een KVB ook. Ja, ja, leuk. Ik ben Mope. Ik zit op vechtsport. Ja. Ik ook. Zo. Ja. Vechtsport. Dat doe ik nu al 4 jaar. Ja. Dat. En heel vaak met familie een beetje praten, zo is wel leuk. Ja, zeker. Ja. Ook in verschillende landen, ja. Zoals Bosnië, Kosovo, Turkije, Marokko, alle landen zijn gewoon mooi. Ja, gewoon een beetje praten met familie en zo. Ja. Ja. Ja, ja, dat ja, is waar. Zeker. Zeker, mooie landen, ja. 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 We zijn nog bij sportclub SC Reden, ja. Sport, ja. En we hebben vandaag een interview. En ja, hebben jullie naam gezegd? Ja, ik heet Devin. Ik heet Storm. Ja? Ja. Leuk. Ja, ik zit op voetbal en ik ben 11 jaar. Ja, leuk. Ik ben 9 jaar. Ja. Ik ben 12 jaar, ik ben Melvin en afkomst is Bosnisch, Kosovaars. Half. Ja, klopt, ja. Ja, leuk. En hoe gaat het met jullie? Ja, gaat wel goed. Thuis gaat wel goed. Ja, school is wel. Ja, vader helpt ook. Sport ja, met tuin op mijn. Klopt. Ja, goed van jullie. Ja, belangrijk. Ja, zeker. Ja. En dat het goed gaat, maar ook. Ja. Niet te veel thuis gamen en zo. Nee. Ook heel veel buiten spelen. Ja. Ja. Gewoon buiten een beetje ontmoeten. Ja, zoals gezond eten. Interview doen. Ja, gezellig hè? Ja, ik ja, voor de Turkse dans. Ja, klopt. Ja, gaan we ook doen. Ja, laat even spieten. Turkse dans. Dus ja, klopt. En ja. Zeker. Ja, zeker. Ja, oh, hij doet even. En wat hebben jullie allemaal bereikt in het leven en wat zouden jullie nog meer willen bereiken? Ik doe veel mijn best op school en zo. Gaat wel goed. Mm-hmm. Ja? Ja. Met jou ook toch? Ja, ik wil goede school bereiken. Hele goede tennissen worden. Ja. Ja, ik wil een hele goede voetballer. Ja. Ja, wel. Ja. En wat ik nog wel wil verbeteren, is gewoon, ja, ik weet niet echt, maar gewoon een beetje, ja, eigenlijk gaat wel alles goed in het leven. Mm-hmm. En eigenlijk is er eigenlijk echt niks om te verbeteren, dus alles gaat wel goed. Zeg maar. Ja, dat mij ook. Voor jou? Ja. Match van je. Ja. Ja. Wow. Spelen? Ja. 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 En waar zouden jullie over 5 jaar willen staan? Over 5 jaar. Wat bedoel je? Een landen? Ja. Gewoon een beetje wat met school of met sport of iets, dat soort dingen. Ja, wat je heel graag zou willen. Ja. Bijvoorbeeld, je zou maar zeggen, ja, als het zo lukt, waar je over 5 jaar wil staan, bijvoorbeeld als werk of bijvoorbeeld, of iets waar je echt graag wilt vergaan en dan, ja, over 5 jaar dat je dat dan hebt, zeg maar, bijvoorbeeld. Over 5 jaar wil ik op de universiteit staan. Ja. Zo. Ja.
Ja, netjes hoor. Ja, ja. Dat ga ik niet bereiken. Nee, jij gaat niet. Ja. Oh, ja. Dat zou wel mooi zijn. Ja, ja. 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 Ik ga mijn best doen. Ja. Jij toch? Ik ga ook mijn best doen. Ja, oh, oh. Sorry. Oh. Sorry. Ja. Zeker. Dat een beetje. Ja. Ja, ja. Misschien was dat een keer. Ja. Ja. Oh ja, en ook een, hoe heet dat? Een SO. Dat moeten we dat ook doen, ja? Ja, kunnen we. Of moeten we nog iets? Ja, ja, dat kan. Turkse klas. Ja, gaan we ook doen, ja? Ja, ja, gaan we. Ja, en SO gaan we ook zo doen, ja? En ik heb nog wel. Ja, dat leuk heb. Met wat kunnen mensen jullie blij meemaken en laten lachen? Ja. Grapjes. Ja, grapjes, ja. En, ja. Ja, soms ook een beetje heel. Ja, droog, een beetje. Ja. Een beetje raar doen en zo. Ja. En je. Ja. Ja, zeker. Maar ja, ja, vrienden ook, als ze een beetje raar doen en zo. Ja. Of als je met heel veel mensen bijvoorbeeld vuurwerk gaat afsteken of zo. Dat is heel grappig. Dat is een beetje gek. Ja. Ja. Klopt. Ja. En jullie? Nou, jullie? Met wat kunnen? Ja, ook heel veel met vuurwerk. Een beetje dat. Ja. Ja. En als mijn vrienden heel veel humor maken. Humor, zo ha. Ja, lachen. Ja, lachen. Ja, dat is. Ja. Ja. Ja, dat is ook. Ja. Ja. Zullen we nu een SO doen? Een Turkse dans ging het toch doen? Ja, klopt. Ja, ja, gaan we doen, ja. Oh ja. Ja, Turkse dans is gewoon zo. Ja, maar. ja. We hebben een leuk intro. Ja, maar. Ja, als jullie de president zijn van Nederland. Wat zouden jullie dan willen veranderen? Ik zou veranderen dat iedereen elkaar mag. Oh nee, accepteren. Wat? Doe? Slaan? Ja. Nee. Oh, accepteren. Accepteren, ja. Okay. Ja. Ja, ja. En klimaat ook. Meer dat klimaat een beetje. Ja, vuurwerk. Ik zou gewoon dat iedereen vuurwerk mag afsteken. Iedereen mag vuurwerk afsteken, overal gewoon in Nederland. Je mag gewoon crossen met auto's. Ja, je mag gewoon voetbalvelden moeten groter worden, alle sporten en zo. En ja, school, dat moet een uur worden. Ja, vindt u? Nee, dat is niet een uur. Een uur? Oh ja, 3 uurtjes dan of zo. Ja, 3 uur is weinig. Ja, oké, is wel weinig. Gewoon iemand. Ja, school. Ja, kan ook. Ja, nee, dat zou ik wel school doen. Anders leren. Ja, anders kan je helemaal niks leren. Dus ja. Dat een beetje. Ja. Maar geloof gaat ook goed. Ja. Oh. Veel bidden. Ja. Of dat soort dingen. Ja, klopt. Oh, ja. Geloof gaat ook goed, ja. Ja. Ja, dat scheelt natuurlijk altijd. Ja. Ja. Oh ja, 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 ja. Ja. En ja, wat moeten we nog weer vertellen? Ja, ja, wat jullie willen en. SO. Ja, zou jij nog wat willen vertellen? Ik heb nog een paar vragen, vinden jullie dat goed? Ja, ja, ja. Willen jullie nog over, als jullie de president zijn, wat vertellen? Ik denk dat je iedereen moet transporteren. Ja. En klimaat heel veel. Ja. Dat ook, ja. Ja. En wat vonden jullie de zwaarste maatregel van corona? Oeh, die zelftesten. Ja, die zelftesten. Ja. En de prikjes. Ja. Ja. Klopt, ja. Dat was wel balen, ja. 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 Dat een beetje, ja. Ik heb geen corona gehad eigenlijk. Nee, gelukkig. Ja, ik heb het niet. Ja? Heb jij corona gehad? Ja. Ja? Hoe lang? Weekje of zo. Ja, hij heeft een weekje. Ja. Al die GGD-tests zijn heel verbeterd. Ja. Die gaan heel ver in je neus. Ja, ook. Ik heb het gelukkig nooit gehad, nee, maar corona niet. Gelukkig, ja. Ja.
En wie is de liefste, aardigste en speciaalste persoon waar jullie echt om geven? Ja, mijn ouders. Mijn ouders, Luca. Luca, dat is een vriend van mij. Jibbe, ook een vriend van mij. Krijn, ook een vriend van mij. Ja, die drie. En mijn ouders, ja. En heel mijn familie ouders. Eigenlijk. En wie het liefste zijn, wie het liefste is. Je broer. Ja. mijn moeder en mijn vader en mijn oma. Dat. En ja, en mijn opa. Ja, ja. Oma en opa zijn wel een stukje liever, hè? Ja, wat lief stukje wat liever. Ja, ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Dat wel, ja. Dat is wel lief, ja. Ja, zeker. Zeker. Ja. En. Ja, gaan we ook toe doen, ja. En, ja. En. Ja. En top 3 mooiste landen? Frankrijk. Italië. En Spanje. Jij? Ik denk eerst Bosnië. Daarna. Maar dat gaat je toch af. Kosovo. Daarna Mexico. Mexico is wel een mooi land. Leuk. Mm-hmm. Oh, Mexico. Ja. Ja. Die ken ik. Ja, mooi land. Ja, van het liedje. Ja. Ja, ja, ja. Ik vind Cuba vind ik een hele mooi land. Ja. Daarna Albanië. Daarna, ja. Daarna Kosovo. Kosovo, ja. Ja, dat vind ik top 3. Ja. Ja. Ja, ja. Mooi. Ja. Mooi land ook, ja. Zeker, zeker. Zeker. Ja, en in een heleboel landen zijn er oorlogen. Oh, ja. Maar ook in Oekraïne. Ja. Dat is wel zielig voor de mensen, ja. Ja. En wat vinden jullie daarvan? Ja, onze vader heeft het ook meegemaakt in Kosovo. Dat was in 1999. Ja. Waren er allemaal huizen gesloopt en zo. En ja, hij vertelde hele verhalen dat kinderen van 8, 9 jaar met pistolen speelden en moesten meehelpen in de oorlog en zo. Dat was echt niet leuk. Ja. Ja. Dat Top. Soort dingen. Dat is wel erg, ja. Ja, dat gingen we ook in de zomervakantie gingen we ook kijken naar de huizen die in de oorlog kapot is gemaakt. Ja. Ja. Zo heftig, hè? Ja, heftig, ja. Klopt. Jullie? Ik heb oorlog. Heb jij gewoon zielig. Ja. Ach je. Ja, klopt, ja. Mm-hmm. Wat zuur voor de mensen. Ja. Zeker. Ja. En een heleboel dingen mogen weer. Voetbal en feesten, maar ook alles zo. Ja. Jullie ook? Ja, ja, ja. Ja. Dat is goed, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dat alles weer mag. Ja. Ja. Zeker. Ja. Ja, heel erg bedankt. Ja. Jullie willen een SO doen aan iemand? Ja. Oh ja. Aan meerdere mensen en ja. Mag ook en wat aan de mensen iets maken. En wat aan, aan de vlog toevoegen. Ja, mag ik eens eerst? Ja, ja. Okay. En zijn alle fans en SO naar mijn ouders ook. Ja. Ja. En abonneren. Ja, zeker. Oh, ja. Als je kijkt of je niet abonneert, dan moet je niet. Oh, ja. Esso naar Abi. Dankjewel. Ja, Esso naar mijn ouders, Esso naar Luca, Esso naar Jibbe, Esso naar mijn broertje, Esso naar Storm, Esso naar jij. Ja, ja, ja. Ik sta er al bij, ik ben de camera. Zo. Maar jij staat niet op film. Nee. Toen straks, daar zo, moest ik meest een zilveren film. Ja. Maar dan kom eens hier staan. Nee, okay, dankjewel. Ook Esso naar jullie. Ja. Ja, heel erg bedankt. Zeker, zeker. En hebben jullie een SO gedaan wat toegevoegd? SO naar mijn ouders. Ja, lief. En naar mijn broertje en naar mijn fans. Lief van jullie, ja. Mijn fans. Ja. 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 Ja.
Ja, dank je. Ja, sorry. Ja, ciao. Doei. Ciao. Doei. Ciao.